Het onderzoek Bestrijdingsmiddelen en omwonenden heeft in beeld gebracht hoe omwonenden blootgesteld worden aan bestrijdingsmiddelen vanaf bollevelden. De bevindingen van het onderzoek zijn ook relevant voor andere gewassen die neerwaarts worden bespoten. Uit het onderzoek is gekomen dat er verhoogde concentraties aan bestrijdingsmiddelen voorkomen in de lucht en in huisstof en in de urine van omwonenden. Deze concentraties zijn hoger bij omwonenden als we die vergelijken bij mensen die verder van bollevelden afwonen. Bestrijdingsmiddelen kunnen bij omwonenden terechtkomen direct door de spuitnevel. Dat is zeg maar de druppeltjes die bij een bespuiting verplaatsen van het veld naar de omwonenden. Via verdamping van bestrijdingsmiddelen van het veld of door bestrijdingsmiddelen die in het huisstof voorkomen. Het is nog niet duidelijk wat deze blootstelling betekent voor de gezondheid van omwonenden. De nieuwe inzichten helpen ons om de blootstelling van omwonenden beter in kaart te brengen. Het gaat ook helpen om de methodieken die bij de toelatingsbeoordeling worden gebruikt te verbeteren. Maar er zijn ook nog veel vragen open en we moeten goed kijken welke onderzoeken we als eerste moeten doen. Daarnaast beveelt het RIVM aan om een kennisplatform op te richten, zodat we vragen van belanghebbenden over gewasbescherming en gezondheid kunnen beantwoorden. Het RIVM heeft eerder een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de gezondheid van omwonenden van landbouwgrond. Er waren enkele indicaties van gezondheidsproblemen bij een aantal teelten, maar niet bij bollenteelt. Het zou goed zijn om te bekijken of aanvullend gezondheidsonderzoek nuttig is. We adviseren een brede werkgroep te laten bekijken of en welk gezondheidsonderzoek nuttig kan zijn. Daarbij is speciale aandacht nodig voor kwetsbare groepen, zoals kleine kinderen.